Hey Adano, ik heb echt zin om 2-player te spelen. Ik ook, echt heel veel zin. Ja, ik ben echt klaar Ja, voor om mijn ik eerste ook. racewin te pakken in de Mercedes. Ik ben er klaar voor om mijn pony te pakken in McLaren. Wat is dit? Ik ben ontslagen. Ik ook. Dit is slecht. Ja, dat zijn niet de teams die we gewend zijn. We zijn even een nieuwe 2-player save gestart, want we hadden geen zin meer in de vorige. Dus we hopen nog steeds dat jullie dit erg leuk gaan vinden. En ik rijd bij Ferrari en dan rijd bij Alpine. En veel kijkplezier. Nou ja, in elk geval, Guatamartake heeft een upgrade gekregen. Omdat hij zo goed was in zijn eerste race. Hebben ze gewoon gelijk bij Ferrari gezet en hebben ze de hele eerste race geschrapt. Indonesië was ook geüpgrade, soort van. Eigenlijk ben je gedowngrade als je naar de R&D kijkt. Nee, zijn leugens. Hoe lang mijn carrière duurt? Ja, waarschijnlijk minder dan een paar races. Ha, unsure. Maar Alano, weet je wat de grote vraag is? Wat? Of Will nog steeds hetzelfde jasje aan heeft? Ja, sowieso. Man kan Weet geen je. andere jas vinden. Hij koopt gewoon altijd dezelfde. Ah, oké. Hey, ik zie Wets, man. Ja, ik ook. Weet je waar EA echt wel goede zaken mee zou doen? Waarmee? Ons deze cutscene laten skippen. Maar er zijn Wets, er liggen overal Wets en zo, omdat het regent. Oh ja, hey, het regent. Maar in elk geval wel het regent. Maar het was bij Will in die cutscene, was het tandoe droog. Ja! En dan maar, snap je let's nou, go. als hij zijn jasje aan heeft, dan is het droog. Hij heeft zijn jasje uitgetrokken, het regent. Wat een Ja, had een lul. beetje warm. Had een beetje warm. Oh. Ah. Zo, dit Dan. is even wennen. Het regent, hè? Ja, het is een beetje nat. Het is een beetje warm, ik bedoel, nat hier. Moeten we wel oppassen voor de orka's. Orka's? Ja. Oh ja, kijk daar, ik zie iedereen vliegen. Wow! Wow, wat ziek! Wow! Ik denk dat ik Ja, er iemand blijf, doorheen blijf, kan blijf. driften. Oh, hey, oh, waar we ook voor op moeten passen. Voor? Bliksem. Kijk, Deze er auto komt zet. bliksem. Ka-chow! Ja, je hebt wel een goeie auto, hè? Wat doe jij nou? En wat denk jij? Ik duif voor nu. Juist. Juist, lekker bezig. Nee, we gaan gewoon even een rondje proberen zonder front wing. Oké, de eerste twee paars, groen, groen, paars, paars, En groen, één groen, 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 rood. Rood. Lekker man. Hey, helemaal niks gebeurt hier. Nee, denk ik niet. Oh, holy shit! Hey, Sainz! Best geliefd. Adano, wat doe je nou? 360. Nou, voor de fans, voor de fans. Denk ik. Soepel. Dit is niet gebeurd. Adano. Wat? Duidelijk van. Adano, maar kijk eens even, Adano. Ik geloof het eigenlijk wel. Ja, ik ook wel. Genoeg oefen. We hebben geen Ja, oefening nodig. we hebben geen oefening We nodig. Wij zijn zijn veel geen te goed noobs. voor oefenen. Ja, ik ben ook echt Je hebt 0 van de 5. Ik heb 4 van de 5, maar ik ben ook een ontzettende pro. Daarom heeft Alpine me ook gehaald, weet je wel. Kijk, ik doe gewoon de tegenovergestelde Piastri. Oh. I will not be driving for McLaren this season. Nou, daar zijn we, quali. Let's go! Ik ruik weer oppakken. met lijn. Kon iedereen al Oh zien, ja. trouwens. Ik heb grip! Holy shit! Ik heb ook grip, what the fuck? Griep. Jij hebt thinking plan C doen? Nee, Plan dat is C? zo'n kutbol. Ik ben 2 tienden langzamer dan Perez. Ik anderhalf. Maar ik maakte niet echt een foutje eigenlijk, ik ben slecht. Dat Zit ook is in gewoon een goed, Alpine. wat wil jij? Dat is wel goed, ja. Ik had Ja, paars in goed, sector dat... 2. Ja, ik heb tijd goed gereden in sector 2, maar ik heb daarna die chicane gelijk verneukt. En die jij vol had pakken. Niet met wat ik net deed. Helemaal niet als ik hier een beetje wijs schiet. En dat we allebei geen pol hebben. Ik heb het een beetje verpest in sector 3. Ja, ik heb het verpest. P4. Ik heb P6. Soepel.
Dit was niet heel goed. Ik moet zeggen, Alonso zit er ook gewoon dichtbij, dus het is hartstikke realistisch. Ik ben gewoon 3 tienden sneller dan het team met. Ja, ik ben 3 tienden langzamer dan het team. Oké, nee, maar in de race ga ik alles goed rijden, no stress. Daar zijn we op Australië. Dit brengt me wel weer echt terug naar vroeger. Als in de vorige games, dat je dan de season opener had op Australië altijd. Ja, maar dat is ook veel leuker. Verstappen. Player 2. Zegt hij nou een Renault? Nou, let's go. Tijd voor de formation lap. Let's go. Let's go formation lap. Never let them know your next move. Ik schrok echt heel erg. Ik ben tegen Perez aan gereden. Perez moest remmen door jou. Je bent een lul. Hoezo dat hij? Ja, omdat jij hem liet schrikken. Dus hij moest een andere lijn nemen. Helemaal niet. Oh, maakt niet uit. Omdat jij hem liet schrikken. Nou, ik ga wel even een donut draaien op het rechte stuk. Dat moet zien. We are the champions, my friend. Ja, ik zie jou in mijn spiegel. Dat was echt een easy donut, ouwe. Ja, ik zie het. Hey, 0.5! Nou, Adano, kom aan, let op die bandjes, want ze zijn koud. Ja, ga er maar vanuit dat ik een slechte start heb. Ik denk dat ik ook een slechte start ga hebben. Succes, Adano. Mijn reaction time was echt on point. Holy shit. Ah, wat doe jij? Leclerc spinnen bijna. Oké, goede start, P5. Goede start, P9. Lekker. Sta aan de binnenkant van Lewis Hamilton gewoon gelijk. Let's go. Alonso is meegecruised naar P5, Arano. Ik werd bijna omgetikt door Vettel. Nu moet ik pushen, want ik moet Verstappen even bij kunnen houden als wat ik wil doen. Perez rijdt aan de leiding. Alonso rijdt P5. Ja, goat. Weet je nog toen je ruzie had met Alonso in de allereerste 2-player video? Ja, maar toen reed ik nog geen Williams. Toen was ik nog geen team aan met een week. Toen was ik nog niet gepromoot. Ja, je bent van rivaliteit naar laatste aflevering een soort van vrienden naar nu teamgenoot. Naar vrienden. Jullie moesten even samenwerken. Precies, weet je. We maken een band. Ja. Jullie creëren een goede band, nog een band. Softband? Ja, softband. Maar dan gaan we naar medium en dan dus krijgen we... De relatie is nog niet zo dik. Nee. Uitkantje van Vettel. Die hoeft me een beetje wijd. Maar dat mag. Nu doe ik hem wijd. Let's go, Captain. Waarom heb ik geel? Alonso blijft echt goed bij, hoor. Geel, er is een haas gespind. Oh, en nog meer. Ja, maar die... Nee, ja, haas is van mij gespind. En toen zijn die anderen er al opgereden. Moest die haas echt aan de DNF'en? Hij voor mij wel. Wat er gebeurde, toch? Ja, natuurlijk niet. Mick Schumacher auto. Out of session. Dat is echt heel snel. Zou het dan een mechanical issue zijn? Het is een Ferrari engine, zou me niks verbazen. Zo, Alonso rijdt goed mee, ouwe. What the fuck? Ja, Alonso, geitje. Ik ben te voorzichtig, want ik ben echt bang dat ik ga spinnen. Moet je niet doen. Gewoon, nee, moet je wel doen, trouwens. Wel bang zijn voor spinnen, gewoon niet spinnen. Oh. Ik durf deze vocht gewoon niet vol gas te nemen. Yellow flag. Ik ook niet, maar dat komt omdat mijn auto... Oh, Alonso, gooi! Alonso! Daar staat een Ferrari ineens naar rechts. Links. What the fuck denkt die gast? Met damage. Nee, ik rijd P12. What the fuck doet Alonso? Ja, Alonso dingen. Ik bedoel... Hij is nu mijn teammaat, weet je wel. Hij doet me een gunst. Oké, Alonso, ga ik onthouden. Die ga ik onthouden, Alonso. Nou, oké. Okay. Nou, ja, op naar de punten dan maar, denk ik. Russel, neem me mee. Hey, Rado. Hey. Russel nam me gewoon mee. Ben je naar wat? Hij nam me gewoon mee. hij nam me mee richting de volgende bocht. Nou, dit ging heel goed. Besef dat ik daar, als ik net iets harder eraf was gevlogen, dan was ik vol in Schumacher veranderd. Dat zou wel vet zijn geweest. Schumacher is mining is own business. Oh, Ricciardo gaat rechtdoor. Hij rijdt nog. Kill issue. Jij hebt gewoon je teamgenoot opgenaaid tegen me. Jij wist dit, hè? Elf plan. Ik krijg een lag spike. Hoe was ik even safety car? Zonder te DNF'en. Oh. Ik heb niks gedaan. Zie je het?
Heb je eens? Ik rij nog hoor. Let's go! Ik ga plekken pakken in de pits, vind ik. Oh, Alonso had misschien wel een plek pakken voor Verstappen. Nou nee, ik word opgehouden door een McLaren! Ik zak zo ver terug. Waarom mag ik nog? Ik draai P17! Raden. ik draai P9. Nou, ja, laten we hem aansluiten bij de safety car. Oké, er liggen nu twee mensen uit de race. Gasly en Schumacher. Ja, ze zijn onderweg. Alleen ik moet... Ja, ik durf hier nog afstand nooit op. Dus ik heb nu al 18e verloren. Een seconde ten opzichte van Joe. Maar dat maakt niet uit. Dan draai je toch achteraan, dus niemand kan me inhalen. Dat is wel tactiek. Van achteraan rijden. Vind je het vervelend dat iedereen je altijd inhaalt? Ga achteraan rijden. Nee, maar weet je wat het ding is? Maar kijk, als je bijvoorbeeld soms vijfde en soms 13e eindigt, ja, dan heb je geen consistency. En in F1 is consistency key. Dus als je gewoon altijd achteraan rijdt, ben je heel consistent. Ja. Vettel houdt tering goed vol. Oh nee, ze gaan hier drie wijd zo meteen als we doorgaan. Nee, dat niet. Maar ik ga wel divebol gooien op Daniel Ricciardo. Wat in de achterhoek show. Wow, Vettel gaat echt door. Daar kwam hij ook bijna terug de baan op als we naar de aanhoudtje volgens mij. Hoezo als ik? Ik heb niks gedaan. Ik heb Latifi. Want ik kan, mijn bed gaat is niet met Russell. Misschien kan ik Russell nog inhalen, dan heb ik nog P6. Ik denk niet dat Alonso nog mogelijk is namelijk. Kijk, mijn race is eigenlijk om Vettel nog in te halen. En doel bedoel ik, niet mijn race. P8? Ja, zou kunnen. George Russell, ik ga hem gewoon weer hier divebonden. Nu doe ik een keertje agressief. Let's go, ik ben er langs Russell. Volgens Ricciardo krijgt elkaar er bijna af. Kijk, dat is hoe je inhaalt. 2-1, let's go. En nu Bottas. Bottas! Voor mensen in taal. Maar als die twee nou even gaan battelen, dan heb ik nog kans op P4. Ik ga niet een seconde ver onder op zin lopen, denk ik. Ik ben te druk bezig met Russel. Hoeveel ze rijden? Weet het al. Oh joh. Bezig. Bottas! Ik zei ook net. Ik ga even mijn vaste level zo rijden. Oh, niet retiren, dat is belangrijk. Ik rijd 2,2 seconden achter de volgende grappie. Ik zou deze auto een beetje onstabiel. Ah, ik verneuk even flink. Ik heb het gevoel dat jij harder verneukt. Helemaal niet, ik ben gewoon 360 aan doen. Kom maar. Oh, Leclerc heeft tegen me aangereden. Hamilton heeft zijn band eraf en Leclerc ook. Wat is dit nou weer? Ja, ik weet niet echt wat het is, man. Mag de stad. Magnus en rijdt P4! Albon rijdt op P5. Wat de fuck heb je gedaan? Nee, Vettel. Je kan nog punten pakken, man. Oh nee. Nou, je laat TV mee... dan op P10! Ik ben gespind! Magnus op het podium! Nee, dat gaan we even niet laten gebeuren. Magnus op het podium! Nee, want ik rijd nog steeds voor hem. Ja, maar je gaat gewoon nog P15 finishen, hè? Klopt. Maar wat gebeurde er? Moet je wel finishen. Ja, ik weet niet wat gebeurt, man. Nee, kijk, ik spinde en toen zat ik op die curb. En... Kirk. Ja, de curb. En ik dacht, ja, want als ik daar even blijf wachten, dan kun je altijd blauwe vlaggers weglaten. En toen reed Leclerc in me, toen reed Hamilton op me in. Perez heeft gewonnen. Hey, ik heb een podium! Hey! Ik heb er geen wiel meer. Ik heb geen wiel meer, Adano. En Adano spectator, hoor. Hoe die achter drie man rijdt. Adano, wat ben je nou aan het doen? Hier ga je mensen inhalen. Kijk, P15! Wat een goal! Soepel. Hé, daar komt Norris ouwe. Blake Jack Norris.
Ga Ricciardo hem inlaten, Adia. Daar komt Ricciardo, daar komt Ricciardo. Alsjeblieft. Wat ben je dan? Oh nee. Arano niet reverse. Arano gaat de lijn over. Arano! Safety car! Safety car! Safety car? Maar jongens, trouwens. Hey, ik ben het DNF. Ik heb een podium. Helemaal verdiend. Let's go! Albon! Perez, P1. En... ik op P3. Ja, gedaan ook. Ik heb gewoon podium. Ik weet niet hoe het komt, maar ik heb podium. Dat heb ik helemaal zelf gedaan natuurlijk. Zeker. Ja, ik heb dus vernomen dat een Williams op P5 staat. Kijk even naar de constructeurs, doen we. Williams heeft 11 punten. Ja, die hebben meer punten dan we zo ooit zouden halen, man. McLaren 10e, Overtown 9, en Mercedes 7. Williams 4, ja. Haas 3. Ja. Ja, heb je goed gedaan, Adano. Ook goed gedaan. Nou, ik ben een teamplayer. Adano, ik ben trots op je. Dankjewel.